We staan hier bij nog een kandidaat, Kevin. Goedenavond, Kevin. Goedenavond. Ik zie, jij bent 33. Dat is tussen ons gezegd niet meer zo jong om nog mee te doen aan een Mr. Gay-verkiezing. Ja. Maar je ziet er nog goed uit eigenlijk, we mogen dat toch zeggen. Wat heeft jou ertoe gebracht voor mee te doen aan deze verkiezing? Ik wou graag die uitdaging eens uitgaan ook. En gewoon, inderdaad, ik had een bepaald doel in mijn vizier eigenlijk. En ik wilde eigenlijk eens gewoon voor gaan ook en zien waar ik zou bereiken. En ik ben eigenlijk bij de finalisten geraakt eigenlijk. Dus ja, inderdaad, mijn leeftijd, ja, oké, dat is meestal zo, van, amai, 33 jaar. Maar er staat geen leeftijd op. Dus, wel ja, en eigenlijk, je kan het er ook niet aan zien, hè. Allee ja, als we het niet weten. Jij bent zorgkundige. Ja. Dat is ook iets dat in jouw thema ligt hier. Ja, ja. Waarom heb je dat ook gekozen? Ik heb dat gekozen, dat thema ook wel, omdat ik heb ook verschillende ook een bijscholing van gehad ook, erover ook wel. En ik heb ook wel gemerkt in mezelf, het rusthuis ook wel, dat het bij sommige mensen aanwezig is, maar het niet durven outen. Dus ik heb het eigenlijk recent ook meegemaakt. En ik wil eigenlijk de mensen extra motivatie geven ook wel. Ik heb het voor jongeren eigenlijk, dat ze uit de kast kunnen komen. En ik wil eigenlijk extra ook iets zijn voor de oudere senioren eigenlijk, dat die ook eigenlijk iemand hebben. Of dat er brochures worden aangeboden, of waar ze terecht kunnen gaan, waar ze eigenlijk hun eigen kunnen outen. Ja. Heb je er ook geen probleem mee gehad zelf als gay voor in die sector werk te vinden of te werk gesteld te zijn? Want ik kan me voorstellen bij de ouderen dat niet iedereen nog het gedacht, allee ja, de jongere leeftijd staat er meer voor open, maar de ouderen niet allemaal, denk ik. Inderdaad, ik heb al inderdaad met vrede meegemaakt en dat mensen ook weten, in mijn rusthuis ook wel, dat ze daar moeilijk mee hebben. Of ze van zich, allee, dat moet je toch niet zeggen, houd dat liever. De mensen hebben daarnaast wel niet dat taboe, is nog niet concreet uit de kast eigenlijk. De mensen schamen daar ook een beetje ook voor. Weet van, en ze liever ook wel, ja, we zijn Kevin eigenlijk en we hebben nu graag zoals je bent, maar daar, dat punt wil je eigenlijk niet over niet aan horen eigenlijk. Maar vanaf vandaag ga jij daar verandering in brengen. En, voilà, dat is uw thema. Dus ik wens je alvast heel veel succes. En waar kunnen de mensen eigenlijk op jou stemmen? Via OTV kun je op mij stemmen. En hoe moeten ze dat dan doen? Via de computer, maar waarschijnlijk met oude mensen zal ik dat waarschijnlijk met mijn laptopje moeten komen en dat waarschijnlijk allemaal gaan uitleggen. Dus. Ja, maar alvast, je kan ze daar een beetje mee helpen en zo staan ze weer al een stapje dichter natuurlijk in die wereld. Ik wens je alvast heel veel succes in deze verkiezing en hopelijk word jij Mr. Gay 2016. Ja. Dankjewel, inderdaad. Ja. Bye.